Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast emeritus hoogleraar politieke theorie Meindert Venema. Welkom, Meindert. Leuk. In deze kerstuitzending. Ja, ja, het is mooi. Ja, ja. Vermoedelijk wordt die iets na kerst uitgezonden. De directe aanleiding voor ons gesprek is het tumult dat is ontstaan rond Paul Cliteur en zijn lidmaatschap van Forum en ook het feit dat hij senator was natuurlijk. Ik heb daar het genoegen gehad om bij Buitenhof kort op te mogen reageren. Dat verbaasde me wat, want ik had een voorgesprek gehad. Dan zouden we het niet over de zaak Cliteur hebben zozeer, maar meer over het idee van academische vrijheid. Nou, daar heb ik het afgelopen week heb ik het met Gabriel van der Brink daar uitvoerig over gehad. Maar ik heb ook met jou gesproken. Dat was volgens mij al een week of twee geleden toen die kwestie speelde rond Cliteur. Toen heb jij ook een stuk in de krant geschreven. Wat ik vandaag graag zou willen doen is dat toch even starten met een eerste korte analyse van wat er aan de hand is. Hoe jij het ziet. En vervolgens wat meer de breedte ingaan en kijken van ja, wat is er eigenlijk aan de hand met die universiteit, dat dit zo gebeurt? Wat zegt dat over de tijd waarin we leven? Hoe kun je dat nou ja, ook historisch een beetje plaatsen om op die manier eigenlijk ook wat te verdiepen? Dus laten we gewoon eens beginnen met hoe kijk jij aan tegen de kwestie Cliteur? Nou ja, ik was wel verbaasd over het feit dat een aantal oud-promovendi bij Geen Stijl klokkenluider waren. Ja. En zeiden van hallo, die Baudet, die heeft allemaal last van antisemitische complottheorieën. En die horen wij dan, maar Paul, doe daar eens wat aan. Jij bent tenslotte zijn promotor geweest en je bent senator van de club. Dus grijp in. En toen zei Paul, ja, ik ga niet ingrijpen, want ik heb het zelf nooit gehoord en hij zal wel dronken geweest zijn. Dat was eigenlijk ongeveer de aanleiding. En dat ging toen helemaal viraal, want het werd opgepakt en toen werd de indruk gewekt dat die promovendi, dat die of nog aan het promoveren waren of allemaal betrokken bij de afdeling. Dus toen kwam die hele afdeling in een kwade reuk te staan. En toen dacht ik, ja, en ik ken een aantal mensen van die afdeling. Ja, daar zitten behalve Paul Cliteur ook andere mensen in die een hele andere visie op het leven hebben. En die worden nu allemaal met Cliteur geassocieerd en met dat mogelijke antisemitisme van Baudet. Laat ik eens een stuk schrijven om eens even de zaak helder te houden. Want het kan, ja, ik vond het heel, heel zielig van mensen die daar helemaal niks mee te maken hebben en dan thuiskomen en dan zegt een oom op de verjaardag, ja, ik hoorde dat jij in een afdeling zit waar antisemieten werken. Ja, mooie boel. Dus dat heb ik geschreven en toen realiseerde ik mij dat het eigenlijk een kwestie was waar de universiteit heel weinig mee te maken had. Want Baudet is gepromoveerd bij Cliteur, maar dat is al 8 jaar geleden. De andere klagers waren ook allemaal al klaar op 1 na, geloof ik, maar die werkte weer niet in de afdeling. Nou ja, kortom, het had eigenlijk niks met die afdeling te maken. Nee. Dus het had eigenlijk ook niks met de universiteit te maken. En toen dacht ik, ja, maar dan kan je toch zo'n onderzoek niet beginnen, omdat er op Twitter een filosoof, een collega van jou is, die zegt, hey, grijp eens in. Ja. Rector. Ja, nee, absoluut. Het heeft mij ook nogal verbaasd. En ook de commotie die ontstond, die verbaasde me overigens wel wat minder. Maar wel dat de universiteit toch wel vrij, toch wel verregaande stappen heeft genomen. Ja. En ik denk, we zal binnenkort ongetwijfeld na de kerst wel uitsluitsel komen. Ik denk dat het allemaal nog wel mee zal vallen. De groep in kwestie heeft eigenlijk ook alweer gezegd dat er op het wetenschappelijke werk van Cliteur weinig en ook op zijn functie als promotor eigenlijk niets aan te merken valt. Dus die hebben op zich ook alweer de aantijging van
losgekoppeld. Losgekoppeld van, eigenlijk van zijn wetenschappelijke positie. Precies. En dat is denk ik ook het fundamentele. Hè? Dus hier, dus dat je moet zeggen, nou kijk, hij heeft misschien gefaald als politicus, als senator. Of als mens. Of als mens. Ik heb wel meer over leren die als mens falen. Die zijn er nogal wat, ja. Dus daar valt natuurlijk veel over te zeggen, maar dat moet je wel even scheiden. En dat is ook iets waar je natuurlijk de nadruk op gelegd hebt ook. Dan toch, het is denk ik wel een veeg teken dat we deze commotie zo zien ontstaan ook. En dus misschien kunnen we daar eens wat dieper over op ingaan. Dat we ook eigenlijk doen door eerst maar eens een klein uitstapje naar jouw verleden te maken. Dus in eind jaren... Mijn verleden? Ja, naar jouw verleden. Eind jaren, ja. Er zal niks onhoorbaars hier aan het licht komen. Maar eind jaren 60 is natuurlijk in de studentenrevolte... is natuurlijk die universiteit ook zwaar onderwerp van kritiek geweest. In zekere zin zien we daar een zwakke afschaduwing van op dit moment. Maar dat was toen ook behoorlijk stevig. En dat werd natuurlijk door allerlei, laten we zeggen, ook filosofische en politiek-theoretische stromingen werd dat beïnvloed. Althans de gedachtegoed, wat ook werd gehanteerd om die universiteit ook zo aan te pakken. Dat is het bekende marxistische schema van onderbouw, bovenbouw. Waarbij je eigenlijk zegt van ja, dus in de onderbouw, in de economische verhoudingen en in de eigendomsverhoudingen is er sprake van een klassenverschil. En die worden gereflecteerd in zoiets als een bovenbouw, in wetenschap, in moraal, in rechtsstaat, in kunst, in religie. Die de ideologische reflectie vormen, maar ook een rechtvaardiging geven aan eigenlijk die verhouding in de onderbouw. En toen was natuurlijk de gedachte, ik denk dat jij dat ook van nabij nog wel hebt meegemaakt, dat de universiteit eigenlijk een bolwerk was van de bourgeois. De wetenschap, wetenschap. Ja, burgerlijke, bourgeois wetenschap. Ja. Dus bourgeois wetenschapsbeoefening, bourgeois kunst, alles was bourgeois. En daarmee, nee, dat was burgerlijk, hè? Niet bourgeois. Burgerlijk. De marxistische term was natuurlijk bourgeois, maar ik denk dat bij ons ook dat woord burgerlijk wel die connotatie heeft gekregen, inderdaad. Maar hoe het ook zij, dat is op zich een heel effectieve strijd geweest eigenlijk in korte tijd. Als je ziet in de zin wat men in enkele jaren toch op gang heeft weten te brengen, dat is vrij bijzonder. Mijn vraag eigenlijk aan jou, als je eens teruggaat naar die periode en je analyseert die dynamiek, hoe je daar zelf ook onderdeel van was. Kun je dan zeggen dat de universiteit op dat moment je zou kunnen zeggen, een plaats was waar de ideologische strijd in eerste instantie werd gewonnen? Nou, Mag ik één correctie maken? Jij zegt dat heeft nogal succes gehad. Nou, dat vind ik helemaal niet. Die universiteit is helemaal niet anticapitalistisch geworden. Dat is allemaal onzin. Dus voor zover het succes gehad heeft, is het in wat geperverteerde vorm, omdat voor een deel die oude universiteit afgebroken is. Ja. En die oude, dat was het succes. Dat was het succes, maar dat was nooit te... Ze hebben, behalve de Maoïsten, die zeiden, alles moet dood, alles moet afgebroken. Maar de meeste studenten wilden daar emancipatorisch onderwijs voor in de plaats. Nou, dat is eigenlijk niet gebeurd. Maar wat ik wel persoonlijk heb ervaren, is dat ik wilde op een gegeven moment promoveren. Mm-hmm. En dat mocht eigenlijk niet van mijn kameraden, want dat was een uiting van een ongezonde kapitalistische ambitie. Begin jaren 70. Niemand wilde promoveren, want dan deed je ook mee aan het systeem. Ik deed mee aan die studentenbeweging en wij hadden ook een leeronderzoek
opgezet. En die ging over het imperialisme. Dan gingen we allerlei imperialisme-theorieën onderzoeken. Maar toen, en dat had ook te maken met de invloed van de studentenbeweging, was er een statisticus, een wiskundige ook, die had netwerktheorieën ontwikkeld uit de wiskunde. En die kon hij toepassen op netwerken in de maatschappij. En hij had dat toegepast op het netwerk van dubbelfuncties in het bedrijfsleven. En dat werd gepubliceerd onder de titel Graven naar Macht, op zoek naar de kern van de economie. En daar waren de leden van die economische elite enorm boos over en bang voor. En toen dacht ik, ik wil bij die man promoveren. Maar ik mocht helemaal niet promoveren van de studenten, de leiders van de studentenvereniging, want dat was burgerlijk om te promoveren. En B, zeker niet bij een statisticus, want statistiek was eigenlijk ook al een beetje burgerlijk. Dus toen heb ik dat wel doorgezet en toen heb ik gemerkt dat ik het meeste steun kreeg van gewoon oude VVD'ers. Want die waren nog gewoon voor de academische vrijheid en die zeiden, nou ja, dat jij communist bent, dat lijkt me onverstandig, maar dat moet je helemaal zelf weten. En ik ben van de VVD, maar zijn hier op het Europa Instituut bezig met de wetenschap. Dus toen vond ik dat toch prettiger dan dat Gramsciaanse Stalinisme wat in de studentenbeweging levendig was. Dus ik heb me daarna altijd buiten gehouden. Ik werd er ook uitgezet. Ik werd door het Centraal Comité van de Studentenbeweging in onze afdeling. Was het die promotie alleen of betrof dat ook de manieren waarop jij je manifesteerde? Nee. Het was alleen omdat men niet wilde dat ik promoveerde. En zeker niet bij een burgerlijke wetenschapper. Bij een statisticus. Ja. Dat was nog het ergste wat je in die tijd kon. Maar hij ziet dus eigenlijk sterk dogmatische trek bij zo'n groep. Ja. Bij de Puriteins eigenlijk. Ja. Ja. En daarmee denk je in termen van vriend en vijand, goed en fout. En het feit dat je dus promoveerde was eigenlijk al fout. Ja, was eigenlijk al fout, ja. Dat is toch wel heftig. Het is maar wel heftig. Je zei dus even, kijk, ik heb al de indruk gehad, nou, het was eigenlijk een vrij succesvolle revolutie. Ik vind het aardig dat jij dat nu bijstelt. Je zegt, ja, het was succesvol in de zin van dat ze het oude afgebroken hebben. Ja, hebben ze er een bedrijf van gemaakt. Nou, dat heeft denk ik toch een paar decennia geduurd, niet? Ja, maar goed, inmiddels waren die... Je kan zeggen dat men de oude fundamenten heeft gesloopt, waar uiteindelijk in de jaren 80 een soort bedrijfsmatige universiteit... Ja, maar de leiding van die nieuwe universiteit, dat waren mensen die ook in de studentenbeweging meegelopen hadden. Ja, en die wisten dus de restanten van die studentenbeweging mooi in te zetten in hun strategie omtrent wat zij wilden met de universiteit. Ja, ik heb het altijd tamelijk ironisch gevonden. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar dat... je kan natuurlijk zeggen, de neoliberale revolutie die begint begin jaren 80, althans waar het gaat om het implementeren ervan. Dus met Reagan, Thatcher... Een Kok. Bij ons is het Lubberzaak geweest. Hè. Die nog half... In ieder geval de verzakelijking, maar niet zozeer de neoliberaal. Ja, precies. Nee, dus echt, die tweede golf was inderdaad in Nederland wat later. Dat is denk ik ook toen je in Engeland meer op Blair had en zo. Ja. Dus dat is de jaren 90. Maar goed, in ieder geval, dat natuurlijk het motto in de neoliberale revolutie was... It's the economy, stupid. Ja, eigenlijk is dat ook een raakpunt met natuurlijk die oorspronkelijke marxistische analyse. Ja, maar er is ook iets anders. Het neoliberalisme is natuurlijk de Thatcher. There's no such thing as society. Ja. Dat is eigenlijk de kern van het neoliberalisme, niet het kapitalisme. Omdat het kapitalisme heeft ook de variant van het corporatisme, van het Keynesianisme. Dus het echt afbreken van de civil society, dat gebeurde wel natuurlijk in door Reagan en door Thatcher. En in hun voetspoor door Kok, hoewel die dat niet wilde, neem ik aan. Maar daar is toch ook de macht van de vakbonden behoorlijk aangetast. En is het individualisme in de maatschappij enorm toegenomen. Wat overigens voor een hoop mensen ook weer
een voordeel was, een bevrijding was. Ja. En het verdwijnen van die zuilen was voor een hoop mensen een bevrijding, maar er kwam weinig voor in de plaats. Maar ja, ik denk wat kenmerkend was natuurlijk voor die jaren 60, 70, was natuurlijk die, wat jij zegt, die kritiek op dat burgerdom en die burgerlijkheid en de burgerlijke instituties. En daar zat natuurlijk ook een gedachte bij van eigenlijk is het dus allemaal hypocriet en onwaar, want er zit macht achter. Ja. Macht en geld. Ja. Ja. He, dus macht en geld zijn eigenlijk de drijvende krachten. En er wordt in de rechtspraak, maar ook op de kansel, wordt er van alles beweerd. Het zijn schaamlappen. Het zijn schaamlappen voor in principe dus machtspolitiek. Klasjustitie en dit en dat. Nee, dat is zo. Dat klopt. En de autonomie van de maatschappij werd ontkend. Zowel door de marxisten eigenlijk als door de neoliberalen. Ja, dat is toch fascinerend. Ja. Die overeenkomst die eigenlijk daar zichtbaar is. Nou heb jij in die periode ook natuurlijk in Duitsland meegemaakt hoe de Rote Armee-fractie opkomt. Wat kreeg je daar in Nederland van mee? Leefde dat bij jullie? Nou, nee. Ik was communist. Ik was lid van de CPN. Ja. En die moesten helemaal niets hebben van het Maoïsme. En helemaal niets hebben van elke vorm van terreur. Want die wilden graag meedoen. Ze deden in Amsterdam al mee. En in 1977 was de verkiezingsslogan van de CPN... van achteruit de CPN erin. Nou, hij is van achter wel uitgegaan, maar de CPN is er nooit ingekomen. Maar er was dus een heel duidelijk beleid om je te houden aan de regels. En vooral geen dingen te doen die je regeringswaardigheid aantasten. Ja, nou, heb je dat waarschijnlijk wel in je omgeving om je heen gezien, hoe er zeker sympathie was? Of viel dat mee? Nou ja, ik had die sympathie helemaal niet. Dus nee. Begrijp je? Ik had daar helemaal niks mee. En bovendien was ik wel, doordat ik ging promoveren, was ik eigenlijk al vrij snel helemaal bezig met die wetenschap. En wat er zo om me heen gebeurde, dat volgde ik wel, maar niet op de voet. Ik vond het allemaal bizar. Ja. Maar het is ook wel de periode geweest, als we het over de universiteit hebben, dat zoiets in Duitsland zoiets als een beroepsverbod toen is ingesteld. Hè? Ja. Ik zit even dus ook naar de... Naar ja. de dus ik probeer ook de parallellen te zoeken. Er zijn ook nogal wat mensen uitgeweken naar Nederland, die ook bij ons Die kwamen bij ons werken. En ik had ook bijna een beroepsverbod natuurlijk, want ik werd op een gegeven moment aangenomen... als medewerker. Mm-hmm. En toen was er heel gedoe. En toen had de decaan gezegd... er moest iemand anders... Er waren opeens vier medewerkers werden benoemd. En dat waren al vier Marxisten. En daar moest ook een niet-Marxist bij. Vond iedereen die in de hogere regionen zat. En dan dan was het beste dat ik niet meedeed. En toen heeft in de waarheid een groot stuk gestaan... dat ik... eruit moest, omdat ik anders dan die anderen niet met de sun meedeed. En dus er was een heel soort agententheoretisch frame zat erachter. En ik moest eruit omdat ik als enige lid was van de CPN en al die andere Marxisten, dat waren Marxisten van de sun. Ja, nou dan weet je het wel. En dat leidde tot een enorme discussie. En ik weet nog heel goed dat ik toen met de decaan sprak. En die zei, ja, maar dat is toch heel redelijk, Meindert. Ik ben secretaris-generaal van justitie geweest. Als we op een afdeling drie katholieken hadden, dan zeiden we, nu moet er ook eens een PvdA'er daar aangenomen worden. En toen zei ik, ja, maar het verschil tussen een afdeling op een ministerie en een universiteit is dat op de universiteit politiek niet ter zake hoort te doen. Dus wat jij nu voorstelt is, dan doe je alsof dit gewoon een ministerie is, een onderzoeksafdeling van een ministerie. En dan zeg je, we hebben te weinig katholieken, dan nemen we ook katholieken aan. We hebben te weinig. Zo hoort dat niet te werken. En toen zei hij, je hebt gelijk.
Ik heb me er helemaal vergist. Wel leuk, hè? Zo iemand die dat gewoon zei. En ik ben toch gewoon benoemd. Nou ja, het is interessant omdat je dat nu natuurlijk voortdurend hoort in het debat. Hè? Ook over diversiteit. Heel sterk een benadering van er moeten eigenlijk allerlei groepen gerepresenteerd worden. En dat is een type logica. Wat je zegt, dat werd dus door deze man dus kennelijk niet geaccepteerd. Je keek hij kwam van dat ministerie en hij zei, zo doen we dat toch gewoon. Dat is nou precies wat Baudet zou noemen karteldemocratie. Iedereen moet wat. Hè? En toen zei ik, maar hij heeft jou uiteindelijk aangenomen. Want hij was een liberaal. Ja. Dus en ik denk dat nu nog steeds de verdediging van de universiteit moet van de liberalen komen. Andere verdedigers hebben wij niet. Ja, dat is goed om je te realiseren, ja. Ik ben op dat punt ook uitermate voorstander van een liberale benadering. Zeker ook in... En dat heb ik zeker niet op heel veel andere onderdelen. Maar wat de wetenschappen betreft, zonder enige twijfel. Ja. Maar goed, het was En nog even terug naar die discussie over Cliteur. Ik vond het wel grappig om te constateren dat... mede in reactie op mijn stuk en dat stuk van die promovendi, oud-promovendi, aan de rector, geloof ik, zei Paul van der Heijden, oud-rector van de Universiteit van Amsterdam, en nu, hij is ook in Leiden rector geweest, en die zei, de universiteit is een bedrijf, dus ja... Iemand die het imago van dit bedrijf schaadt, die moet je toch op het matje kunnen roepen. En toen dacht ik, maar het kenmerk van de universiteit is juist dat het niet een bedrijf is. Ja. De universiteit is de universiteit. En hoort dus zowel niet aangestuurd te worden door een politieke logica en ook niet door een economische logica. Ja, nee, want dat is denk ik wel de grote... overigens noemde ik dat ook nog in dat gesprek bij Buitenhof. Dat kon ik nog wel gelukkig naar voren brengen. Maar je ziet natuurlijk dat die hele discussie over de universiteit in termen van corporate identity, je ziet het trouwens ook bij scholen, maar ook bij de universiteit. We hebben inderdaad een imago. En wanneer dus een van de werknemers iets doet wat niet bij dat imago past, dan straalt dat af op de organisatie als geheel. Dan krijgen we imago-schade, afbreukrisico, allemaal maar op. Ja, ja. En zeker nu die universiteit natuurlijk zich ook op de wereldmarkt profileert. Hè, want we wedijveren met de topuniversiteiten. Met de Chinezen. Met de Amerika, overal. Ja, zeker. Maar er is natuurlijk het imago wereldwijd natuurlijk ook steeds belangrijker geworden. Want je wil niet te boek staan als een... universiteit waar, dat is dan het criterium, waar antisemitisme op zijn beloop gelaten wordt. Hè? Dus het is meteen heel delicaat. Ja, maar die concurrentie heeft ook voordelen natuurlijk. Hè? We moeten wel de zaak van alle kanten bekijken. Je doet mee in een concurrentieslag om onderzoek. Ja. En onderzoeksresultaten. En je moet publiceren en je moet geciteerd worden en dat is... Ik ben daar allemaal voor. En wij doen dat ook goed in Nederland. Maar je concurreert ook om de studenten. En dan is het gevaar dat je dan in luidruchtige minderheden naar de mond gaat praten. Omdat je dus zegt, academische vrijheid, wat heb ik dan? Dat levert geen geld op. Hè? Studenten uit Amerika, dat levert geld op. Maar academische vrijheid levert toch geen geld op? Ja. Heb je dat, dan krijg je dat probleem natuurlijk. Ja, en dat is natuurlijk wel sowieso nu, de afgelopen 10 jaar, in steeds sterkere mate het geval. Hè, dat ook wat in die collegezalen gebeurt, ook bij een deel van de studenten zelf, steeds gemakkelijker leidt tot relletjes. Ik heb het ook her en der ook wel gezien, hè, dat ook studenten zelf... zaken kunnen aankaarten en dat via sociale media naar buiten brengen. Soms al, wat ik bij een collega meemaakte die alleen maar een laten we zeggen, wilde bespreken bijvoorbeeld de islam in bepaalde extremistische vormen tot geweld kan leiden. En het zelfs het bespreken daarvan
eigenlijk al leidde tot een protest in zijn geval. En nou ja, meteen een gesprek wat daarop op volgt. En waarbij eigenlijk de marges ook kleiner worden. Omdat dingen die in zo'n collegezaal gebeuren ook naar buiten kunnen komen. En weer dat imago kunnen beschadigen van zo'n instelling. Ik heb een nog veel grappiger en niet, eigenlijk niet politiek, maar toch politiek voorbeeld. Mm-hmm. Ik gaf les in de aula en ik, dat was om 9:00 ochtends en ik ben spastisch. Dat zie je bijna niet, maar als ik een trapje afloop, zie je dat wel. En toen had iemand getwitterd, die Venema is om 9:00 ochtends al dronken. Oh ja. En toen moest ik bij de eerstejaarscoördinator komen, hoe dat zat met mij. Of ik, was dat ook zo? En toen zei ik, Linda, luister, ik ben spastisch. En sommige mensen zien dat en denken hij is dronken. En toen zei ze, oh wat erg, daar moeten we iets aan doen. Ik zeg, als je maar één ding niet doet, dat je een brief uit doet gaan waarin je zegt, professor Venema is niet dronken, hij is spastisch. Als je dat maar uit je hoofd laat. Oh ja, nee, begrijp je? Maar dus de controle wordt steeds, het net van de controle wordt steeds strakker gespannen. Vroeger kon dat ook gezegd worden, maar ja, dan werd er niet ingegrepen. Ja. Ik had een hoogleraar, die was een topdocent. Mm-hmm. En die ging meestal vanuit de kring 's ochtends meteen naar college. En de eerste rij was altijd vrij, omdat ze bang waren dat hij van het podium zou donderen. Maar er is nooit iemand in zijn hoofd heeft dat gehaald om te zeggen, hij is dronken. Maar hij gaf heel goed college. Dus what's the big deal? Ja. Begrijp je? Nou, ja. Wij moeten allemaal normaler worden. En dan moeten we ook iemand, wat je nu krijgt, is dat degene die getwitterd heeft, Venema is om 9:00 al dronken, die loopt de kans dat hij geschorst wordt. Want we zijn immers tegen seksisme, ja. Racisme en ableism. Ik kwam bij die bezetting, ging ik even kijken. En er stond gewoon in het Maagdhuis in Amsterdam, een groot bord. Dat was al een paar jaar geleden. Ja. Ja. Against racism, against sexism, against ableism. En toen dacht ik, sinds wanneer wonen wij in Amerika? Ja. En B, als ik zo rondkijk, ben ik de enige die een physical challenge heeft. Dus ik moet me waarschijnlijk bij de leiding melden. Begrijp je, gaat allemaal toch veel te ver. Ja. Maar op een bepaalde manier is er dus wel ook een parallel met wat je zweven schetst, wat je meemaakt in die eigen jonge jaren. Dus een soort fanatisme waarbij eigenlijk men helemaal niet inclusief is. Nee, maar ik bestrijd dat toch wel een beetje. Ja, ik verdedig mezelf natuurlijk. Maar in mijn tijd hield men natuurlijk wel van discussie. Begrijp je? Dus dan zei men niet van, wat jij nu zegt is seksistisch. En daarmee hield iedereen zijn mond. Dat probeerde men wel. Er werd gediscussieerd. Ja. En de mensen die dat durfden, die werden ook, die werden hoog geacht. Begrijp je, de lafaards niet, maar de lui die zeiden van, er is ook een bekend verhaal van professor Den Hollander. Mm-hmm. Die was een Amerikanist en die gaf in de oude mannenspoort les. En er was een redacteur van De Waarheid, die liep ook die colleges. En dan zei het een Hollander, die vergeleek dan Amerika met Nederland. En die zei, ja, in Nederland is eigenlijk geen armoede. Of vindt u soms van wel, meneer Klinkenberg, zei hij dan. Begrijp je, dat gebeurde allemaal. Dat zou nu, als je dat nu zou zeggen, zou die man naar een commissie gaan. Die zou zeggen, ik voel me niet veilig. Ik voel me helemaal niet veilig, want ik ben aangesproken door de professor op mijn identiteit, op mijn communistische identiteit. Ja, als je dat toelaat, die veiligheidsgedachte is natuurlijk een dwaalleer. Ja. Nou ja, top, behoorlijk sterk. Hè? Een discussie
in een discussie ben je nooit veilig. Nee. Want jij denkt dat je gelijk hebt en ik vertel jou dat je geen gelijk hebt. Dat is heel onveilig. Ad? Ja, nee, zeker. Zeker. Mijnde. Maar het is natuurlijk ook iets waar Obama zich een aantal jaren geleden zelfs nog boos over heeft gemaakt. Hè? Dus naar aanleiding van die zogenoemde trigger warnings. Die op Amerikaanse universiteiten werden ingevoerd. Dus op het moment dat iets als kwetsend of aanstootgevend zou worden ervaren, moest er een waarschuwing staan. Dus wanneer in de syllabus teksten waren opgenomen, ja. Of bepaalde boeken moesten eigenlijk van het curriculum geschrapt worden, omdat die als kwetsend werden ervaren. Waarbij je in feite ziet dat het hele tolerantiebeginsel wordt eigenlijk om zeep geholpen. Ik heb in 88 heb ik een Frans pamflet vertaald van Condorcet. Mm-hmm. Dat pamflet heet Beschouwing over de negerslavernij. Mm-hmm. En daar verdedigt hij de afschaffing van de slavernij. Dat gaat heel radicaal. Heel radicaal. En dat heb ik jarenlang gebruikt. Nu zijn de mensen die nu beweren dat het curriculum racistisch is of gedecoloniseerd moet worden, dat zijn dezelfde mensen die dat pamflet van de lijst gehaald hebben. Want ik denk dat misschien wel, omdat er in de titel stond negerslavernij. Dat is kwetsend. Ja. Begrijp je? Ja. Dus nu weet men helemaal niks meer van de Haitiaanse opstand en de discussie in de 18e eeuw over de afschaffing van de slavernij. Wordt niet meer behandeld. Ja, betekent natuurlijk eigenlijk dat er een sprake is van een hele eenzijdige, maar ook eigenlijk discussie-onvriendelijke omgeving. Ja, is dat ook precies hetgeen? Ja, dat is denk ik toch wel. Het is allemaal. Die identiteitspolitiek die is wars van discussie. Omdat het gaat om identiteit, niet om discussie. Het gaat dus niet meer over de vraag of jij gelijk hebt of niet. Het gaat over de vraag of jij behoort tot een groep die ontzien moet worden of geholpen van discriminatie en onderdrukking. Ja, en wat fascinerend is, en je wees er zo even al op, is natuurlijk dat je wel ziet dat ook een debat is wat inmiddels heel erg is bijna geglobaliseerd, zou je zeggen. Dus dat thema's die in Amerika spelen toch vrij snel ook naar de Nederlandse situatie worden verplaatst of naar de Fransen. Dus dat je een soort mondiale stromingen hebt. En de vraag is natuurlijk, wie worden daarvan buitengesloten? Hè? Een van de thema's, en dat hebben we hier ook aan tafel wel eens met wat anderen wel eens doorgenomen. Hè, maar een van de thema's is ook wel dat dit eigenlijk, ook samen met die identiteitspolitiek, zelf weer een bepaalde, om het maar eens marxistisch uit te drukken, een bepaalde klasse betreft. Dat eigenlijk een groep, bijvoorbeeld van lager opgeleiden, zich heel moeilijk herkent in dit type debat. Hoe kijk jij eigenlijk naar die, laten we zeggen, die politisering van die universiteit? En waarin een heel duidelijke moraal ook wordt omarmd voor een deel, ook door bestuurders om verschillende redenen, maar ook bij de studenten heerst. In termen van een klasse bijvoorbeeld of sociale groep. Nou ja, je ziet natuurlijk dat er een tegenstelling komt tussen een geglobaliseerde elite en een lokale bevolking. En jij werkt zelf aan de VU. Ja. Het grappige is, aan de VU is het natuurlijk zo dat aan de ene kant is de VU heel gemengd. Dus er komen veel meer Turkse en Marokkaanse studenten aan de VU studeren dan aan de UvA. Ja, zeker. Maar die Marokkanen en Turken spreken allemaal veel beter Nederlands dan Engels. Ja. Dus begrijp je, dan zie je dus een hele grappige contradictie eigenlijk. Want die identiteitspolitiek die werkt dus met het concept van kleur. Ja. Dus er gaan allemaal mensen van kleur, die worden naar voren geschoven. Maar dat zijn meestal niet de Turken en Marokkanen uit de Veluwe. Nee. 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 Nee, dus is dat eigenlijk helemaal niet gunstig voor emanciperende groepen in Nederland. Ja. Het is gunstig voor mensen die uit Amerika komen en die zich voorstaan op een afkomst van,
En vul maar in dan. Maar het is niet zo. Het is vooral gunstig voor mensen die als het Engels als eerste taal hebben. Ja, nou ja, goed dat je het noemt. Ik heb me ook al zelf ook met Beter Onderwijs Nederland ook al gekeerd tegen die doorgeslagen verengelsing. Engels is natuurlijk een prachtige taal. En je hebt ook een lingua franca nodig binnen de wetenschap. Ja. Dus dat is volgens mij ook helemaal de discussie niet. Ja. Maar inderdaad, de manier waarop dat nu eigenlijk de universiteit overneemt en hoe je ook ziet dat daarmee eigenlijk die universiteit ook inderdaad in dat globale netwerk in toenemende mate wordt opgenomen. Met bijbehorende, nou ja, je zou kunnen zeggen, globalistische waardeveld. Oh ja, en discussies. En Black Pete in Amerika is weer heel iets anders dan Zwarte Piet hier. Daar even los van of je nou met Zwarte Piet hier eens bent of niet. Maar het is heel iets anders daar dan hier. Dus je krijgt al een soort vermenging van waarbij alles op één hoop wordt gegooid. Hè? En daarnaast. Ja, de Zwarte Piet ben ik het weer niet met je eens. Nee, dat maakt ook niet uit. Okay. Maar je hebt wel met een Nederlandse situatie. Dat is mijn punt. Ja. Je hebt met een Nederlandse situatie en een Nederlands gesprek te maken. Hè? Daarom zeg ik, even los van hoe je daarin staat, maar het is een ander soort discussie dan in de VS. Die je eigenlijk ook hier zou moeten voeren. Ook met de mensen die het betreft. Hè? Met die mensen op de Veluwe, bijvoorbeeld. Ja, ja. Als je iets wil veranderen, moet je het gesprek hebben met de mensen in de Veluwe. Ja. Of op de Veluwe. En, dat is en ik denk dat het risico is dat je dus inderdaad een soort eigen, toch vrij exclusieve groepsvorming krijgt. Die zich op een heel eigen manier, nou ja, wat jij nu al schetst, door taal, maar ook door die thema's, begint te isoleren. Ik geef je nog een voorbeeld. Wij hebben ook diversity officers. Ja. En die hadden een krantje. En dat was op de UvA. Op de UvA. En dat krantje had als pagina 2 een foto van de directiesecretaris van de afdeling. Mm-hmm. Leila Abuyala, die ik aangenomen had. Hoogbegaafd, heel, heel goed. En toen ik zag dat zij daarop zo prominent op dat blaadje stond, heb ik haar gebeld en gezegd: God, ben je diversity officer geworden? Nee, dat was ze niet. Want ik zeg, maar ben je ook niet gevraagd dan? Nee, was ook niet gevraagd. Ik zeg, maar pardon, maar je bent eigenlijk alleen maar goed om als uithangbord van de diversiteit van onze afdeling te functioneren. Ja, zeg ze al. Zei ze toen een beetje spottend. Alles voor u, niets door u. En dat heb ik gepubliceerd. Okay. Daar heb ik een stuk over geschreven. Toen kreeg ik allerlei mensen naar me toe die zeiden, heb je dat wel met Leila opgenomen? Want dat is toch heel pijnlijk voor haar. Ik zeg, ja, natuurlijk heb ik dat met Leila opgenomen. En de decaan die zei dit en dat. Maar heb je, het was een heel gedoe, was er omheen. Een van mijn collega's, die had eronder geschreven als commentaar van ja, die Meindert Venema is een identiteitspoliticus, want die wil dat je diversity officer worden omdat je een hoofddoek draagt. Maar de diversiteit is veel belangrijker, is zo belangrijk dat we, nou dat zei hij net niet, maar was zo belangrijk dat je dat niet kon overlaten aan een Marokkaanse vrouw met een hoofddoek. Toen dacht ik, ja, dat is zover zijn we nu gekomen. Dat is onder het motto van, we komen allemaal op voor die moslima. Gaan we gewoon dames benoemen op administratieve posten die moeten toezien op politieke correctheid in de afdeling. En allemaal ten bate van Leila. Ja. Maar die merkt daar niks van. Begrijp je? Het is nog weer erger dan je soms denkt. Ja. Nou, heeft zo'n onderscheid, hè? Dus wat dus waarbij een bepaalde bovenlaag eigenlijk een bepaalde politieke, morele agenda voert of superioriteit uitstraalt, zoals jij het nu eigenlijk net schetst. Dat roept natuurlijk ook tegenreacties op.
Ja. Dat is, en ik denk dat, we hadden net over de discussie met Forum, en dat een van die tegenreacties is. Hè? Dus dat er groepen ook zijn die zich hier gaan tegenkeren. En dat dat voor een deel ook iets van de ophef verklaart die we dan op zo'n universiteit ook rond zo'n cliteur kunnen meemaken. Ja. Wat voor soort dynamiek zie jij nog meer eigenlijk waar het gaat om? Dus er ontstaat toch iets van een, laten we zeggen, mainstream die wordt bekritiseerd, zoals oorspronkelijk, laten we zeggen, links dat deed ten opzichte van de burgerlijke universiteit. Zo is er toch wel degelijk ook nu, en dat zie je in Amerika heel sterk bij Trump, die universiteiten, met name dan die staatsuniversiteiten, totdat die echt zwaar onder vuur liggen bij Republikeinen. Ja. Zie jij daar hier ook al tekenen van? Nou ja, ja, natuurlijk zie ik dat. Ja, even dat... los van zo'n incident, hè? Ja, ik heb wel het gevoel dat het langzaam ook op de universiteit doordringt. Maar inderdaad heel langzaam, want eigenlijk is Baudet de eerste die studenten heeft gerekruteerd. Wilders, de enige student die hij gerekruteerd heeft, is thans mijn promovendus, Martin Bosma. Maar verder zijn het bijna geen studenten die hij gerekruteerd heeft. Het is ook een hele regionale beweging altijd geweest van Wilders. En Baudet was natuurlijk eigenlijk typisch... Wat bedoel je regionaal? Meer van de provincie? Ja. Dus dan zie je eigenlijk dat laten we zeggen, globalisten-regionalisten onderscheid. Dat zag je bij Wilders heel sterk. Ja. Ja. En wat bij Trump denk ik ook voor een deel speelt. Ja, nou ja, maar Trump is natuurlijk... Baudet is veel meer met Trump te vergelijken dan met Wilders. Wilders komt uit Venlo. Ja, dat is vanuit de rand. Ja, en Trump kwam uit New York. Die had al een flat gebouwd die naar zijn eigen naam. Nou, daar was Baudet ook mee bezig, zeg maar. Alleen zijn vader had te weinig verdiend om dat meteen op de kaart te zetten. Dus Baudet is de eerste die in die kelder allerlei mensen verzamelt. Van zeer verschillende pluimage. Die allemaal gemeend hadden dat ze het allemaal een beetje saai vonden. En een beetje politiek correct allemaal. En dat ze het leuk vonden om eens met mensen van gedachten te wisselen. Die ook niet bang waren. Ja. En dan krijg je dus die beweging die enorm succesvol is. En dan stort dat natuurlijk weer in elkaar, net zoals de studentenbeweging. Omdat dat was bij de studentenbeweging ook zo. En als je kijkt naar Provo, dat had ook een enorme aantrekkingskracht. Maar dat trok natuurlijk zoveel divers publiek aan, dat op het moment dat je daar een partij van wil maken, ja, dan valt dat natuurlijk weer uit elkaar. Ja, wat ik noemde is dat je in Amerika al ziet, hè, dus dat ook wanneer je bijvoorbeeld naar Fox kijkt of zo, maar ook bij echt commentaren van Trump zelf ook, dat die universiteit ook wordt aangevallen. Dus dat de universiteit ook laten we zeggen, een onderwerp van kritiek is, à la, daarom gaf ik die vergelijking met de jaren 60. Dus dat die een bepaalde ideologie uitdragen. Ja. Dat voor de happy de elite eigenlijk is. Ja. Dat ze dus geen oog meer hebben voor de gewone Amerikaan. Zijn we in Nederland al zover? Zie je daar iets van? Nou ja, dat Baudet is natuurlijk heel erg tegen de universiteit en tegen de rechterlijke macht. Bij Wilders ook trouwens. Maar Wilders heeft zich nooit tegen de universiteiten gekeerd. Ja. Oké, zo bedoel je hem. Ja. Ja. En Baudet wel. En die universiteit. Ja, ik weet niet of je de discussie gevolgd hebt, maar in dat stukje in het NRC schrijf ik dus dat het niet zo kan zijn dat de rector bezwaar heeft tegen politiek engagement. Want de hele afdeling politicologie was van oudsher een PvdA-bol. Hier in Leiden. En daar werd een van de PvdA-leden heeft een stuk geschreven. Venema doet funzige suggestie of zoiets. Maar ja, dat kan hij wel funzig vinden, maar het is gewoon natuurlijk waar. Ja.
En, dat was ook publiek geheim, toch? Dus, ja, ja, natuurlijk. Maar, en het is ook niet erg, als de kwaliteit maar gehandhaafd blijft en als er maar niet sprake is van al te openlijke discriminatie. Maar, ja, die ik heb meegemaakt, omdat Martin Bosma bij mij promoveert, dat er mensen zijn die dan komen naar me toe en die zeggen, ja, dat die Bosma bij jou promoveert, dat jij dat wil. Ik zeg, ja, maar dat is toch mijn taak? Nou, ik zou geen promotor willen zijn van een racist, zegt de andere persoon. Ik zeg, oh, begrijp ik het goed dat jij vindt dat racisten niet mogen promoveren? Nee, maar dat hadden ze dan ook weer niet gezegd. Maar niet bij mij. Ik zeg, maar als iedereen dat nou zegt, dan mogen ze toch niet promoveren? Ja. Begrijp je? Nou ja, en dat... Ja. Dus ze hopen dat je zegt, het is geen racist. En dan kunnen zij zeggen, nou, dat vind ik wel. Begrijp je? Maar het is helemaal niet ter zake doend. Nou ja, kijk, het is denk ik ook wel heel goed. En ik, dat spreekt me ook wel aan in de positie die jij inneemt. Hè. Ook met je eigen linkse achtergrond. Dat je wel die openheid van zo'n universiteit steeds bepleit. En daar eigenlijk voor staat. Hè. Dus ja. Ook de plaats waar de discussie dient vorm te krijgen. Daar waar je juist met ongewone opvattingen in aanraking moet komen. En daar waar je dus ook in zekere zin ook democratisch gevormd wordt. Omdat je moet verdragen dat een ander een opvatting heeft. Ja, hè? En een verkeerde opvatting. Een opvatting die voor jou heel kwetsend is. Ja, maar die je dan toch tegelijkertijd moet verdragen. En ik denk dat het gevaar is inderdaad wel dat we dat dus langzaam aan het verbannen zijn. We zien tegelijkertijd natuurlijk dat mensen hun toevlucht zoeken, bijvoorbeeld op internet, sociale media. Hè, dus die voelen zich niet gerepresenteerd door de grote mainstream media of de kranten, de televisie. Die zoeken het internet op. En daar zien we ook hoe de conspiracy theorieën welig tieren. Ja, hoe, maar wacht hoe even. Kijk jij dan? Nou, hoe kijk even, jij dan? Even nog even die, ja. Die sociale media, die zoeken dat op. Ik had 50 jaar geleden bijna had ik les van Groenman. Mm-hmm. En die had als stelling bij zijn proefschrift, dat ging over de Noordoostpolder, dat de belangrijkste politieke arena is het dorpscafé. Ja. En dat dorpscafé is er nog steeds, maar dat heet nu sociale media. Ja. Dus iedereen gaat nu s'avonds, zeker nu, want je mag niet naar het dorpscafé, ga je lekker twitteren. Ja. Dan zeg ik, wow. En dus het is, je moet niet denken, dat denken veel mensen, dat deze opvattingen die men nu verafschuwt en ziet op sociale media, dat die er vroeger niet geuit werden in het dorpscafé. Nee, natuurlijk. Dus in die zin is het niks helemaal nieuws. Eens. Alleen je ziet natuurlijk dat het, laten we zeggen, het... de dynamiek ervan wordt meteen grootschaliger. Ja. En onze opwinding wordt daarmee ook wat grootschaliger. Ja. Die bleef vroeger bleef dat, zeg maar, in een dorpscafé en nu sijpelt het door. Er zijn geen poortwachters meer. Er is geen verticale loyaliteit meer. Dus vroeger was het zo dat de mensen in dat dorpscafé vonden van alles. En dan kwam de dominee of de dokter, die kwam ook een biertje drinken. En dan zei ze dit en dat. En dan zei de dominee, ja, ik begrijp het wel, maar we moeten toch een minimum aan dit of dat. En dan zei ze, ja, dat is ook weer waar. Begrijp je? En dan was het opgelost. Maar niemand luistert meer. Ja, dat is het wegvallen van die verticale aks. Maar, of as. Maar dus als we toch even teruggaan naar wat je daar ziet ontstaan. En dan is het ook een soort argwaan. Hè? Dus jegens wetenschap. Ja. Dat daar weer de belangen zouden spelen. Eigenlijk dat daar de macht wordt uitgeoefend. Dat daar vals bewustzijn wordt gecreëerd. Je ziet eigenlijk het hele discours weer terugkomen. Maar nu vooral aan de rechterzijde. In gepolariseerde samenlevingen krijg je dus dat complottheorieën groeien. Ja. Omdat die niet tegensproken worden en de vijand. En zeker als je dus populist bent. Als je denkt dat jij namens het volk spreekt. En dan moet je toch uitleggen waarom het volk niet al en masse aan jouw kant staat. Ja.
En dat komt... Door een vals bewustzijn. Ja, en dat wordt in stand gehouden door NPO 66, zoals mijn promovendus vaak uitroept. De media en dit en dat. Is helemaal niet waar. Maar goed, iets is er wel waar natuurlijk. Ja. Iets is er wel waar. Iets is er wel waar. En bedoel, we hadden het net over die universiteit. En dan zie je ook dat die diversiteit in de zin waar wij het zo even in bepleiten, dat toch wel een heel lastig punt is. Ja, ja, maar dus, kijk, ik heb het destijds opgenomen voor Jan Maat. Nou, ja, daar hadden we het in ons vorige gesprek nog over. En dat kon ik gewoon doen. Er is niemand die toen gezegd heeft, die Venema moet eruit nu. Maar misschien heb je gelijk en zou je nu zeggen, dan wordt er meteen een... Ik denk dat dat nu een rel is, hè? Dan zouden ze naar de commissie gaan en zeggen, ik voel me niet veilig bij die Venema in de college, want hij spreekt zich uit voor racisten, dit en dat. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat uiteindelijk natuurlijk onze vrijheid wordt alleen maar beschermd door mensen die niet bang zijn. Ja. En ik vind toch dat er heel veel mensen zijn die niet bang zijn. Dus ik ben niet zo pessimistisch in dat opzicht. Nou, dat vind ik wel een mooie eindconclusie bij deze. Ja, nee, maar je ziet dat toch ook waar we mee begonnen. Het zijn toch die promovendi geweest die gezegd hebben, alles goed en wel jongens, en het is hartstikke gezellig in die kelder van Baudet en dit en dat. Maar wij willen niet dat er zo over Joden gesproken wordt. Klaar. Ja. En dat hebben we nu twee keer tegen Paul gezegd, en Paul doet niks, dan gaan we zelf naar buiten. Nou, dat vind ik hartstikke dapper. Vind ik hartstikke goed. Want ik denk niet dat die vrienden van deze mensen dat leuk vinden, hoor. Ja. Dus ja, het is niet dat ik nou op Annabel Nanninga ga stemmen, maar ik vind het toch wel sympathiek van haar dat ze daar aan... Ja. Maar ja, dan is het pleidooi toch eigenlijk, ook binnen eigenlijk voor de discussie binnen welke groep dan ook. Dat is de boodschap. Ja, binnen de universiteit zelf, maar ook binnen al die fracties blijven wel in gesprek. En ik denk dat inderdaad iets is wat we ons te harte mogen nemen, ja. Zonder gesprek is het klaar. Ja. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.